Hebben jullie dat gezien? Waarschijnlijk niet, hè, want jullie volgen dat natuurlijk niet. Maar dat was op dat shownieuws met die Albert van der Linden. Verlinde. En, hoe? Verlinde. Goed, die Albert, die heeft dus een tijdje geleden, heeft hij die arme Humberto Tan, die heeft hij beschuldigd van het ook grensoverschrijdend gedrag. En, want die zei van, ja, die vrouwen die bij hem in de talkshow zaten, die schreef hij dan nog allemaal iets te vrolijke appjes. Dat was dan het verhaal van de Albert. En de Humberto, die pikte dat natuurlijk niet. Dus die zei van, oh, ik ga naar de politie en ik doe aangifte tegen jou vanwege smaad en schuine streep. Laster. Tot zover, allemaal niks aan de hand. Maar de Albert, die dapper zichzelf. Ja, wacht even. Ik ben waarschijnlijk iets te ver gegaan. Hoe kom ik hier vanaf? Dus die begon daar in dat shownieuws al te draaien. En die wist het niet meer. En die zei van, ja, eigenlijk bedoelde ik het een beetje anders. En ik heb misschien de Humberto op één hoop gegooid met de Voice. En dat was eigenlijk helemaal niet zo. Dus daar begon het gedraai. Maar nu heeft hij dus gezegd, de Albert, die is door het stof gekropen. Nou, vrienden, over door het stof gaan gesproken. De meeste mensen die door het stof gaan, die hebben dat dan allemaal helemaal dikke lagen stof op hun neus. En die gaan door het stof. Maar de Albert, die ging onder het stof door. Ja, die had het stof gewoon hier op zijn achterhoofd. Zitten. Ja, zo diep was die gegaan. Onze Albert. En die ging vertellen dat het stom was geweest. En dom. En idiote opmerkingen over de Humberto. En hij maakte ze excuses. Maar ja, vrienden. Wat heeft de Humberto daaraan? Daar gaat het om. Want hoe gevaarlijk is het niet om zomaar iemand van dat soort dingen te beschuldigen. Want nu heeft Humberto een sticker op zijn voorhoofd, grensoverschrijdend. Dat is Humberto. Ja, en wat moet Humberto daartegen doen? Want er is geen enkel bewijs bij de Albert. Dus die lult gewoon maar een beetje uit zijn nek. En dan wordt er. En Humberto die staat in één keer in de wind. En die kan zich niet verdedigen. Die kan alleen nog maar zeggen. Nee, dat is niet waar. En punt. Zo gevaarlijk is het om mensen van iets te beschuldigen. Daar moet je dus heel erg mee uitkijken, beste vrienden. Want wat hebben we nu dan? Hij maakt zijn excuses, de Albert. En de Humberto die zegt, ja, maar ik reageer er niet op. Nee, ik laat gewoon die aangifte bij de politie, laat ik staan. Ja, natuurlijk, want met die excuses is niks weggenomen. Nee, want dat zegt niet dat de Humberto niet overschrijdend is geweest. Nee, dat blijft dan gewoon staan. Beste Albert, ja, dankjewel, zeg ik namens de Humberto.